Science, Technology, Engineering en Mathematics. Kortweg STEM. Wie kinderen heeft in de middelbare school, wie er zelf zit of hoger onderwijs volgt, kent de afkorting misschien wel. Het gaat om technologische, technische, exact wetenschappelijke en wiskundige opleidingen en beroepen. De Vlaamse overheid wil er meer volk naartoe. Maar lukt dat ook? Daarover zijn experten en Vlaams parlementsleden afgelopen week in gesprek gegaan. Dag dames en heren, ik praat met Kathleen Krekels, Vlaams parlementslid van de N-VA en met Frank Bogovic, die voor Open VLD deel uitmaakt van het Vlaams parlement, allebei lid ook van de commissie Onderwijs, die zich afgelopen week in een verenigde commissie met Economie en Werk heeft gebogen over het zogeheten STEM-actieplan. En daar was ook Guy Tegenbos bij. Hij is ondervoorzitter van het STEM-platform, een groep experten die de Vlaamse overheid over dit onderwerp adviseert. Welkom allemaal in dit programma. Ja, dat STEM-actieplan, hè, dat is in werking getreden in 2012, nog tijdens de vorige legislatuur. Nu, Kathleen Krekels en Frank Bogovic, jullie zaten op dat moment nog niet in het Vlaams parlement. Dus ik ga het vragen aan Guy Tegenbos. Wat was alweer de bedoeling van dat actieplan? Dat actieplan had tot doel het aantal mensen in technische, industriële, ingenieursberoepen enzovoorts, om daar meer mensen naartoe te trekken. Omdat, en dat is nog altijd de praktijk, omdat wij zo enorm veel jobs en rijkdom, welvaart missen, omdat bedrijven niet de mensen vinden om hun projecten te realiseren. Ja, u zegt naar die beroepen brengen, maar goed, er zit nog een stap vooruit, onderwijs. Wel ja, dat onderwijs, dus de science, technology, engineering en mathematics, wetenschappen, technologie en ingenieursberoepen en de wiskunde en aanverwanten. We hebben veel te weinig mensen die daarvoor kiezen en 20% hangt ervan af. En dat is ook de bedoeling van het actieplan om... En de bedoeling is om dat aantal op te trekken. Ja. En dat is voor een stukje gelukt. Is het op vraag van de ondernemerswereld ook? Ook dat, ja. Ook dat. Ja. Maar ook op vraag van de werknemerswereld, die ook zien dat een aantal jobs niet tot stand komen omdat we niet de goede mensen hebben. Ja. Frank Bogovic, u komt uit die ondernemerswereld. Heeft u de vraag naar die stemprofielen daar gehoord? Absoluut. Ik heb zelf ook al de noodzaak meegemaakt. Het is heel interessant om te zien dat eigenlijk de laatste jaren veel van de werkgeversorganisaties heel hard hebben, een aantal jaar geleden vooral in hebben gezet op jobs en dat ze vandaag vooral inzetten op scholing. Dus bij een typische werkgeversorganisatie zijn er altijd een aantal onderwijsexperten. Waarom? Omdat natuurlijk het vinden van de juiste profielen vandaag de dag een zeer grote uitdaging is. Een enorme krapte. En dat heeft dan onder andere te maken met die stemprofielen. Die er te weinig zijn. Die er absoluut te weinig zijn. Ja, ja. Zeker in vergelijking met andere landen. En natuurlijk in dat opzicht heeft het STEM-actieplan een hele belangrijke merite. Ja. Namelijk stem op de kaart zetten. Ja. Nu, de regeringen, zowel Vlaams als federaal, hebben de afgelopen legislatuur ingezet op jobs. Een stemdiploma vergroot de kans dan op zo'n job. Ja. Gezien de krapte. Nu, natuurlijk. Allee, het is niet alleen een diploma dat telt. Uiteindelijk tellen vandaag ook skillsets, attitudes, mm-hmm. et cetera. Dus hoe dat men recruteert hangt van elk bedrijf af. Maar het is natuurlijk wel zo dat met een stemdiploma een zeer breed palet van mogelijke jobs vandaag de dag beschikbaar is. Ja. En dus moeten we niet alleen kijken naar wie stemrichtingen in het middelbaar onderwijs volgt, maar ook in welke mate dat nadien een vervolg krijgt in het hoger onderwijs. Mm-hmm. Ja, dat klopt. En kennen we cijfers? Want dat wordt gemeten, hè? Ieder jaar opnieuw in die zogeheten stemmonitor. Zitten we op goede weg? We zitten inderdaad wel op goede weg. Het is inderdaad ook zo dat we een deel van het stemactieplan ook vroeg om aan de hogescholen om hun opleidingen te koppelen naar de beroepen die daar mogelijk uit kunnen volgen. Zodat de mensen die keuzes maken in bepaalde richtingen ook zicht krijgen op welke beroepen in welke beroepen ze dan terecht kunnen komen. Dus dat was al een hele belangrijke trigger voor mensen om aan te trekken in een bepaalde richting te gaan. Nu, we zien wel dat de Vlaamse Monitor andere cijfers geeft dan bijvoorbeeld de OESO-resultaten. Maar dat komt omdat we niet altijd dezelfde richtingen als wetenschappelijk bekijken. Bijvoorbeeld de biomedische richting is bij ons een wetenschappelijke richting. Internationaal hoort dat bij de health-richtingen. Dus we zien daar wel een aantal verschillen in de cijfers. Maar goed, we zien de evolutie, u schreef vorig jaar op uw blog,
Dit is een positieve evolutie. Ja. Het gaat de goede kant op? Ja, het gaat inderdaad de goede kant op. Of we echt de doelstellingen van 2020 zullen halen, dat zullen we nog moeten afwachten. Voor sommige zaken wel, andere niet. Er zijn er nog die in de stijgende lijn zijn, maar we zijn daar nog niet. Dus we gaan het sowieso nog moeten opvolgen. Maar ik denk wel dat er een door de bewustmaking die eigenlijk vanaf het lager onderwijs al start en dan naar het middelbaar toe en ook in het hoger onderwijs, dat we wel in een goede richting zijn ingeslagen. Ja, Guy Tegenbos, zijn er toch geen kanttekeningen te maken, want STEM doet het inderdaad wel goed in het ASO, het algemeen secundair onderwijs, kunnen we lezen. Maar in het technisch onderwijs is die toename veel beperkter. In het beroepsonderwijs, derde graad, is er zelfs sprake van een lichte achteruitgang. Ja. Veel reden voor hoorastemming is er dan misschien niet? Nee. En dus de positieve evolutie in het hoger onderwijs en het ASO is er. Maar ondertussen is de markt ook veranderd en is de vraag naar stemberoepen en stemdiploma's toegenomen. Hè. Dus de kloof is nog altijd even groot. Maar dan zit je met het specifieke probleem van het TSO en het BSO, technisch en het beroepsonderwijs. In het TSO is het niveau gehandhaafd, is het aantal gehandhaafd. En de roep die er was van het ASO probeert onze industriële wetenschappers af te snoepen, dat is niet waar. Het aantal studenten in de richting industriële wetenschappen neemt toe. Maar er is en er blijft een probleem. En dat heeft te maken met twee dingen, denk ik. Dat is het feit dat al die beroepen nog altijd een negatief imago hebben, omdat die vaak geassocieerd worden met arbeidersberoepen. En we hebben wel eens gezegd in het federale parlement en de sociale partners dat men het onderscheid tussen arbeiders en bedienden eindelijk ging afschaffen. 50 jaar te laat, maar goed. Ja. Maar ze zijn halverwege blijven steken. En dat zou een impact hebben op het imago van het beroepsonderwijs? Maar dat heeft natuurlijk impact op het imago van die opleidingen die daartoe leiden. En dan het tweede gegeven is dat het stigma dat vaak weekt op BSO-opleidingen en op TSO-opleidingen binnen de schoolse context hadden we kunnen wegnemen door duidelijk te kiezen voor domeinscholen. Dit wil zeggen scholen waar technologische, wetenschappelijke, praktische, vakgebonden richtingen allemaal samenkomen. En dat onderscheid, het stigma dat weegt op bepaalde van die opleidingen, dat zou weggenomen worden. Maar de Vlaamse regering heeft daar ook niet nadrukkelijk voor durven kiezen. Dus de twee hefbommen. De twee modellen zijn eigenlijk blijven bestaan. Hè? Ja. Want ging deze regering, waar uw partij dan deel van uitmaakt, het technisch en beroepsonderwijs niet opwaarderen? Is dat dan mislukt? Ja, dat gingen we zeker doen. En ik denk dat we daar een klein beetje de kans gemist hebben. Het is inderdaad zo dat met heel het stemactieplan het ASO daar ook enorm opgesprongen is. Ik heb ook in het begin van de legislatuur een keer aangekaart bij de minister van kijk, we komen hier in een hype terecht van allerlei ASO-scholen die stemrichtingen gaan promoten. Maar dekt de vlag wel de lading. Ja, maar het dekt de vlag wel de lading. Hè. Daar hebben we een momentum gemist. Maar bedoel je nu, dat er scholen zijn die stemopleiding op papier aanbieden, maar in werkelijkheid dat niet doen? Zij bieden dat aan, maar de verwachtingen van kinderen die stemrichtingen in het ASO kiezen, liggen vaak op een heel ander vlak dan wat ze uiteindelijk krijgen in die opleiding. Uiteraard gaan in die eerste graad dan van het ASO, want daar spreken we dan over een aantal wetenschappen en vakken, wetenschappelijke vakken, wat meer al in het daglicht komen vanaf die eerste jaren. Maar dat dekt daarom de lading niet over wat kinderen op die moment verwachten van de honger naar die technologie. Techniek. Het is niet voldoende om bijvoorbeeld een robot te leren maken. Ik had begrepen dat het in het ASO niet echt een probleem is, dat daar de resultaten wel behoorlijk zijn. Het ging over dat probleem in het technisch en het beroepsonderwijs, waarvan ik vroeg, ging de regering dat niet opwaarderen? En waarom is dat niet gebeurd? Ja, omdat we daar toch een momentum gemist hebben. En dan was het inderdaad moeilijker om voor die TSO-scholen om zich te profileren daartegenover. Nu, ze hebben dat wel gedaan. Hè, want bijvoorbeeld in de studierichting industriële wetenschap, wat meneer Tegenbos ook daar juist aanhaalde, daar is een stijging van het aantal studenten. Omdat bijvoorbeeld, en dat wordt eigenlijk te weinig in kaart gebracht, maar het TSO is er met zijn industriële wetenschappen heel goed in geslaagd om een mooi evenwicht te hebben tussen het theoretische luik, het kennisluik en het praktische luik in heel die richting van wetenschap. Maar goed, opwaarderen gaat ook over imago, hè, mevrouw Kruppels? Ja, en daar komen we nog tekort. Dat hadden we veel meer nog moeten doen. We hadden als overheid, het is goed dat het ASO zich ook profileert in zijn sterktes en in die stemrichtingen. We zijn daar ook wel blij mee. Maar we hadden daar een tweesporenbeleid volop moeten steunen. Goed, en het is niet gebeurd. Een jammer zaak, mevrouw Bogovic, dat het niet gebeurd is. De opwaardering van dat beroeps- en technisch onderwijs. En valt het nog recht te trekken?
absoluut een jammere zaak, maar tegelijkertijd moet het ook wel realistisch zijn in de zin van hetgeen dat we willen bereiken op één legislatuur of op relatief korte termijn is een complete perceptieverandering. Dat gaat vaak niet zo snel. En dus het zijn wel, we hebben wel heel belangrijke stappen gezet om dat mogelijk te maken. Hetgeen dat nog niet vermeld is, is het duaal leren dat nu naar voren is geschoven, dat nu ook in een decreet zit, waar dat zeer veel werkgevers en onderwijsorganisaties... Is een nieuwe naam voor het vroegere leercontract, mag ik het zo omschrijven? Ja, maar wel anders gekaderd en met veel meer mogelijkheden. Dus dat soort van zaken gaat er ook voor zorgen dat die perceptieverandering er komt. Ja. Dat zorgt er ook bijvoorbeeld voor dat stemrichtingen in BSO en TSO concreter worden. Want wat is nu eigenlijk de realiteit? Te vaak nog dat leerlingen in BSO en TSO bijvoorbeeld met bepaalde machines leren werken, die dan tegen de tijd dat zij uit de schoolbanken komen, nog niet achterhaald zijn, maar toch al enigszins verouderd zijn. Ik wil daar straks nog over hebben, maar ik wil jou eerst laten reageren op de suggestie van Guy Tegenbos. Dat onderscheid arbeidersbedienden dat nog altijd bestaat en wat dan zijn weerslag heeft op het imago van het technisch en beroepsonderwijs. Wat zeggen liberalen? Moeten we dat nu op de schop? Maar het is natuurlijk iets achterhaald. Ja. Dat klopt. Als wij kijken naar de huidige samenleving, de dag van vandaag, die statuten die zijn eigenlijk eerder beperkend dan dat ze ontplooiend zijn. En hetgeen dat wij vooral willen is dat mensen hun talenten kunnen ontplooien. Ja, dus u gaat er binnen uw partij dan voor pleiten om dat onderscheid dan maar af te schaffen? Ja. De sociale partners gaan het ook moeten doen natuurlijk, terwijl het net de werkgevers zijn die vragende partij zijn voor meer stemprofielen. Daar zit het dan toch wel een beetje vast, hè, mevrouw Krekels? Ja, het is inderdaad zo. We merken dat vooral in de praktische richtingen er een vacuüm blijft tussen degenen die afstuderen en degenen die de jobs gaan doen. Op die vraag voor u, arbeidersbedienden afschaffen als het van u afhangt? Ja, ik denk dat we dat inderdaad, er zijn een aantal factoren die we daar uiteraard in moeten bekijken, maar het is wel zo dat het arbeidersberoep echt wel wat meer appreciatie mag krijgen. De vraag was natuurlijk dat onderscheid arbeidersbedienden, zoals Guy Tegenbos zegt. Voor dat volledig... Afschaffen. Ja. Guy Tegenbos, ik heb al twee ja's van twee partijen. Dat is goed. Dat is goed. Goed, hè? Dan kunnen we ook al beginnen met een campagne om het vakmanschap aan te moedigen. Hè? Dus als je ziet hoe in Zwitserland en in Duitsland bijvoorbeeld het vakmanschap van hun vakleur geprezen wordt, dat staat in schril contrast met wat onze ouders denken over die beroepen. Hè? En maar daar moet je naast die structurele mee? Ingrepen, moet je ook een campagne voeren en blijven voeren. Wie werkt daar dan mee aan dat prijzen van dat vakmanschap in die landen? Doen de media mee? Doet de onderwijsinstelling mee? Ja, dat is daar gevestigd. Mm-hmm. Dus het vakmanschap, en dat heeft voor een stuk ook te maken met dat duaal leren, dat opkrikt. Maar dat vakmanschap, dat wordt erkend. Dat bestaat daar ook al langer natuurlijk. Hè. Ja. In Duitsland bestaat dat ook al langer, dat principe van duaal leren. En het is inderdaad, zoals collega Bogovic zegt, dat duaal leren inderdaad een heel belangrijke rol kan spelen in dat aantrekkelijker maken van ook die praktische invullingen van die technische beroepen. Ja. Nu, intussen werkt die groep experten, dat stemplatform waar Guy Tegenbos ondervoorzitter van is, aan een nieuw actieplan voor de periode 2020-2030 en Guy Tegenbos. Het valt op dat er, net zoals in de witte sector, eigenlijk gepleit wordt voor zogeheten zij-instromers. Ja, wat is het idee wat daar? Heel duidelijk is, is dat het aantal jongeren zakt in vergelijking met de vroegere generaties. Er komen minder jongeren bij dan er ouderen op pensioen gaan. Dus die jongeren die gaan nooit alle vragen kunnen beantwoorden die er zijn. Wat moet je dan ze kunnen doen? Niet alle vacatures invullen op termijn. Nee. Wat moet je dan doen? Dan moet je naar de zij-instromers gaan zoeken. Mensen op latere leeftijd, mensen die al een stuk van hun loopbaan achter de rug hebben en die iets anders willen gaan doen. De witte sector heeft dat op een voorbeeldige manier gedaan. Die heeft kinesisten aangetrokken, die heeft violisten van het Nationaal Orkest aangetrokken om verpleegkunde te gaan studeren en dat soort dingen. En dat is heel boeiend en die mensen die zien in die witte sector, die verzorgende sector, die met mensen te maken heeft, zien een nieuwe kans. En de stemsectoren moeten hetzelfde doen. Dat is aantrekkelijk. Uit welke sectoren zouden die kunnen komen dan, die zij-instromers? Uit alle sectoren. Dus als ik naar de witte sector zie, marketing, violist in het Nationaal Orkest en noem maar op. Als ik naar mijn eigen twee voorzitters zie, dus de vorige voorzitter, ik heb altijd vrouwelijke voorzitters gehad in het stemplatform. De vorige was Martien Tempels, van de tweede in lijn van Telenet. Dat is een dame die moraal heeft gestudeerd. De huidige voorzitter, Françoise Chombard van Melexis, de grote producent van autochips en zo, die heeft taalkunde gestudeerd. Dus dat zijn mensen die ontdekken dat
ja, dat is iets boeiend. Ik zag jou knikken van Bovits, die volgestromers. Ja, klopt, het is zijnstroom, ja. Dus daarnaast, ik ben een heel grote voorstander van het stemactieplan en hetgeen dat er nu al op kaart is gezet, voor duidelijkheid. Maar om een kritische noot aan erbij te zetten, waar het stemactieplan niet in is geslaagd, is om meer vrouwen naar die stemrichtingen te krijgen. Dat was ook een van de doelstellingen natuurlijk. Dat was een van de doelstellingen. Wat ook niet echt geslaagd is, om meer mensen met een migratieachtergrond naar die stemrichtingen te krijgen. Dus ik denk dat we moeten inzetten op zijnstroom, absoluut. Maar daarnaast denk ik dat bij de gewoon natuurlijke instroom, bij de jongeren zeg maar, dat er daar ook nog wel een en ander kan gebeuren. Maar kun je zeggen, ja, er is een potentieel dat nog niet is aangesneden? Denk ik wel. Manifest. Ja. Manifest, de vijver kun je nog flink vergroten door de mensen die uit minder goede gezinnen komen en door de stem aantrekkelijker te maken voor de meisjes. Het is al wel een stijging. Ja. Dus in het hoger onderwijs zijn we gestegen, de meisjes tot boven 1/3. Onze ambitie was 1/3. Maar de ambitie van het nieuwe stemactieplan zal zijn 50-50. Mm. Ja, maar goed, is die stijging niet te wijten aan het feit dat zowel het hele hoger onderwijs vervrouwelijkt, meer vrouwelijke studenten aantrekt, ook in andere sectoren? Nee, dus het is aandeelsgewijs dat we het berekend hebben. Het is niet een zuiver cijfer, het is aandeelsgewijs dat we het berekend hebben. Ja. En dat is gestegen van 1/4 tot 1/3, dus dat is niet marginaal. Ja, ik had ook aan u vragen, Kathleen Krekels, zijn stromers een goed idee? Ja, ik denk dat dat zeker een piste is die bewandeld kan worden, naast uiteraard de piste die je collega ook aangeeft. Mensen met een migratieachtergrond. Ja, ja, ik denk dat daar inderdaad nog wel wat voor te vinden is. En die meer vrouwen, die inderdaad al wel wat in stijgende lijn zijn, dat komt ook, denk ik, omdat, ik zei daar straks van het hoger onderwijs, die haar opleidingen koppelt aan beroepen. Het is heel belangrijk voor vrouwen, voor meisjes, merken we, dat wanneer er een maatschappelijke relevantie kan aangetoond worden in bepaalde beroepen, dat ze rapper geneigd zijn om bijvoorbeeld ook voor die wetenschappelijke zaken te kiezen, omdat die evengoed in de zorgsector, de informatica, de andere communicatiesectoren ook een belangrijke rol kunnen hebben, waardoor we die vaak kunnen triggeren om op die manier te gaan. Ik denk dat we dat nog meer moeten doen en daar nog meer moeten op inzitten om de maatschappelijke relevantie van al die richtingen aan te tonen. Ja. Giet Eigenbos, ik heb afgelopen week een column gelezen van u in de Standaard naar aanleiding van de onderwijsstaking. En in die column heeft u trouwens ook gepleit voor die zij-instromers, maar ik las daar nog iets anders. U heeft het in die column ook over het zogeheten schoorsteeneffect, ja, ook al geïnspireerd op die witte sector. Ja, ja. Het schoorsteeneffect komt erop neer dat je de onderste lagen in de schouw, in de schoorsteen, die worden naar boven gezogen. En dat kun je in de arbeidswereld ook toepassen. En de witte sector doet dat zeer goed. Die neemt mensen binnen die quasi geen scholing hebben voor de sector. En die worden verzorgende. Maar ze geven de kans om op te klimmen tot zorgkundigen. Dat is 1 trap hoger. De zorgkundigen krijgen de kans om halftijds werkend, halftijds studerend en betaald door de VDHB, om op te klimmen tot HBO-5 verpleegkundigen enzovoorts. En dat is de trick in de schouw. Maar is dat de werkgever die mogelijkheid creëert? Wel, in de witte sector is dat een akkoord geweest tussen werkgevers en werknemers die een deel van de loonmassa, die voor loonsverhogingen beschikbare massa, hebben gekanaliseerd daar naartoe. En de VDAB en de RVA die daar destijds hebben op ingespeeld. Maar dat kan dus ook. Nu, je hebt ook bedrijven, een bedrijf van mijn voorzitter zelf, die doet dat ook. Hè. Dus haar operatoren zijn mensen zonder veel technische opleiding en zij leidt die zelf op, dus 1 dag in de week volgen die cursus als ze dat willen en die klimmen op tot operator, hersteller, vanuit een programmator. Ja. Vanuit een noodzaak die echt vanuit het veld komt. Dus je laat mensen instromen, ze maken kennis met de sector, ze hebben een aantal technische vaardigheden en je geeft ze dan de kans om op te klimmen. En wat is het mogelijk om mensen kansen te geven om op te klimmen? Ja, ik hoor u zeggen vanuit de noodzaak, het zal op termijn niet anders kunnen dan. Klopt, maar we zien ook al, dat is een van de dingen die ik in het begin zei, we zien ook al dat werkgevers daar een verantwoordelijkheid nemen. Dat er, misschien niet allemaal in dezelfde mate, maar nu het voorbeeld van chemie en life sciences, Essentia te nemen, die hebben een eigen opleidingscenter. Die zijn meteen, toen het duaal leren van start ging, zijn ze daar meteen opgesprongen om in een aantal scholen meteen te gaan zorgen dat die link tussen de arbeidsmarkt en het onderwijs dat die veel sterker werd. Mm-hmm. En dus dat mensen die een bepaalde richting studeren, die dan vaak ook stemgerelateerd is, dat die quasi zeker zijn van een job als ze uitstromen. Ja. Dus die noodzaak is er vandaag en die noodzaak is een fit natuurlijk. Hè. Het is niet dat het enkel voor de werkgevers of enkel voor de mensen die naar school gaan of de werknemers nuttig is, maar die fit, dat versterkt het hele verhaal natuurlijk. Ja, maar stel dat het allemaal niet de gewenste effecten heeft.
om voldoende mensen met het geschikte stemprofiel aan te trekken. Is migratie dan een optie? Vorig jaar heeft de Europese Commissie ons land op de vingers getikt omdat wij te weinig mensen hebben die informatica machtig zijn, te weinig ICT-specialisten hebben. In januari dit jaar zijn in het Vlaams parlement vragen gesteld omdat de VDAB IT'ers gaat halen in Marokko om de vacatures in te vullen. Is migratie een oplossing in dat geval, Kathleen Kretel? Ja, dat vind ik een dubbel verhaal. Het is wat de collega daar juist ook zei. Er zijn nog heel veel migranten die nu bij ons zijn, die nu hier geen werk hebben en die wel een potentieel zijn. Wat gedaan heeft, was niet migranten van hier, maar migranten ter plekke gaan. Ja, wel ja. Dus ik denk dat we eerst moeten zien van wie dat er hier is. Hoe kunnen we die mensen opleiden om tot die beroepen te kunnen evolueren, zodat we eerst zien van wat er hier al is, dat we dat maximaal kunnen inzetten. En zouden er dan nog tekorten zijn, we hebben dat in het verleden ook gedaan voor de mijnen en dergelijke, ja, dan kunnen we altijd naar het buitenland gaan kijken. Maar ik zou toch pleiten om in de eerste... Maar u sluit dat niet uit. Ja, maar in de eerste plaats echt wel te kijken naar de eerste mensen die hier nu al zijn. Ja. Heeft het platform daar iets over te zeggen? Over dat is een goede volgorde. Hè? Dus wat wij moeten leren... Als België en als Vlaanderen is actieve migratie aan te moedigen. Dus wat we nu doen is, we laten migratie toe. In plaats van mensen te gaan zoeken en actief de migratie van mensen met bepaalde kwalificaties echt aan te moedigen. Dat is wat we gaan moeten doen. Maar op zo'n manier dat je niet ontmoedigt dat mensen die ter plekke zijn en die geen job hebben, dat je die inspireert om opleidingen te volgen. Hè. Dus dat mag je niet afblokken. Ja. Maar actieve migratie, dat is hyper noodzakelijk. En ook de witte sector had niet zonder actieve migratie kunnen overleven. Nee, daar gebeurt het trouwens al. Ja. Ja, met problemen, want dat is niet simpel. Omwille van de kennis van de taal. Ja. Ja, en de cultuur ook. Nu, er zijn niet alleen te weinig ICT-profielen, ook wiskunde staat onder druk, zo blijkt. Nochtans de M in STEM. Vorige week was het zogeheten Pi-dag, een dag in het teken van de wiskunde. En toen is bekend geraakt dat van 100 wiskundigen die jaarlijks afstuderen, amper 20 kiezen voor een loopbaan in het onderwijs. We hadden afgelopen week nog de grote onderwijsstaking die betreft de aantrekkelijkheid van het lerarenberoep. Nu goed, als we voldoende leerlingen willen hebben in de stemrichtingen, moet je natuurlijk ook wel leerkrachten hebben die de leerlingen kunnen onderwijzen. Hoe gaan we dat oplossen, die aantrekkelijkheid, Frank Bromovic? Er zijn daar meerdere zaken die noodzakelijk zijn. Aan de ene kant is de rol van de leerkracht. De rol van de leerkracht in de samenleving. Vroeger waren de leerkrachten de intelligentie eigenlijk van onze steden en onze gemeentes. Ik stel mij de vraag of dat vandaag nog zo is. Er wordt nogal snel tegen een leerkracht ingegaan. En ja, ik vraag mij soms af of we niet leerkrachten wat onderwaarderen. Rol van de leerkracht ook binnen een scholengroep. Zeer veel planlast. Zeer veel administratie en dat zijn de mensen die ik daarvan heb ontmoet, waren stuk voor stuk leerkrachten die daar staan met een passie om les te geven. Ja, maar goed, u ontmoet mensen die al gekozen hebben voor het onderwijs. Van die 100 afgestudeerden moet u er nog 80 overtuigen om er nog maar aan te beginnen. Ja, klopt. En daarboven nog zijn er ongeveer een 20-tal% die binnen de 5 jaar stoppen. Dus moet er daar iets gebeuren? Absoluut. Ja. En ik denk dat het vooral gaat over hoe dat die leerkracht zijn of haar job kan uitvoeren. Dat er effectief die nadruk ligt op het lesgeven. Dat is één. Dan daarnaast, leerkrachten in het hele stemverhaal is dat natuurlijk een ongelooflijke belangrijke schakel. En wat zien wij? Dat wij vandaag de dag in een samenleving zitten die eigenlijk heel snel verandert. Dus wordt veel meer verwacht rond digitale skills bijvoorbeeld, maar ook rond stem. En wat we vandaag de dag nog niet echt hebben, is een hele sterke, goede ondersteuning voor stem, voor leerkrachten. Dus waarom zouden wij niet ook beginnen met bijvoorbeeld stemacademies voor leerkrachten? Om te zorgen dat zij eigenlijk ondersteuning krijgen, hulp krijgen. Stemacademie voor een goed begrip, dat kunnen VZW's, hogescholen, organisaties zijn die stemvorming geven. Ja. Ik wil terugkeren naar het beroep van leerkracht aantrekkelijker maken. Is belangrijk. Dat is inderdaad een belangrijk aspect. Anders gaan we nooit leerkrachten hebben om die stemopleidingen te geven. Hè? Ja, ja, ja. Nu om de mensen te triggeren die de wiskundige opleidingen volgen, is het zo wel dat we nu al een eerste stap hebben gemaakt bij de hervorming van de lerarenopleiding. Dat leerkrachten die wiskundige opleidingen volgen ook in een master direct kunnen kiezen om bewust voor dat onderwijs te kiezen en bewust voor die pedagogische en didactische skills al kunnen kiezen om daar al meteen op in te gaan. Om hen al zeker niet te ontmoedigen, dat ze daar nog niet iets extra bij moeten doen na hun
volledige opleiding, maar alleen al in hun opleiding dat kunnen meenemen. Ik denk dat dat al een heel belangrijke eerste stap is. En dan is het natuurlijk zo, wiskundigen worden op allerlei vlakken heel vaak gevraagd. En het is dan inderdaad een taak van ons om ook die aantrek naar het onderwijs te vergroten. Ja, want 120% kiest voor het onderwijs. Moet het trouwens in de eindtermen stemmen? Eindtermen, daar stem staat nu in de eindtermen, dat vind ik zeer belangrijk. Ja, van de eerste graad. Staat in de eindtermen voor de eerste graad en dat betekent dat iedereen een bepaalde basiskennis van stem en vaardigheden van stem moet hebben. En dat vergroot ook weer de vijver. Ja. En twee is onze ambitie om tegen 2025 moeten alle jongeren die basiskennis hebben. En tegen 2030 willen wij nadrukkelijk dat heel de bevolking die basiskennis heeft en bijvoorbeeld die digitale skills heeft. Nu, voor wiskunde is zeer belangrijk. Dus wie bereikt men op dit ogenblik voor een opleiding wiskunde en voor een opleiding tot leraar wiskunde? Dat zijn degenen die wiskunde op zich interessant vinden. En wiskunde is op zich ook interessant voor een beperkt aantal jongeren. Maar de meeste jongeren willen weten wat. Vinden wiskunde interessant als ze weten waarvoor dat dient, wat je daarmee kunt doen. Mm-hmm. Maatschappelijke relevantie. En dus de maatschappelijke relevantie van die wiskunde en de maatschappelijke relevantie van die andere stemopleidingen moet meer benadrukt worden. Mm. Dus we gaan de klimaatproblemen niet oplossen zonder veel wiskundigen. Mm. Nee. We gaan de klimaatproblemen niet oplossen zonder biologen, zonder enzovoort. Ja. Ik heb toch nog één vraagje voor jullie alle drie. Waarom moet die focus zo hard op de economische noodzaak van stem liggen? Er is ook volk nodig in de zorg, heeft u al gezegd. Leerkrachten Latijn en Grieks trekken aan de alarmbel. Nederlandici aan de universiteiten doen dat ook. Uw partijgenoot Paul Cordier heeft zich daarover nog druk gemaakt in het parlement. Nu, een samenleving met enkel ingenieurs, amper schrijvers of muzikanten. Willen we dat, Frank Bogovic? Dus, zoals u het zegt, economische meerwaarde als drijver voor een studiekeuze. Ja. Dat is natuurlijk niet het enige, dat speelt natuurlijk ook mee. Maar daarnaast is onze regio een kennisregio. Mm-hmm. Moeten wij het hebben van innovatie? We hebben geen andere grondstoffen. Ja, voilà, dus dat is de boetade die altijd wordt naar voren geschoven. Ja. Maar op het eind van de dag is het natuurlijk wel zo. En wij moeten het hebben van onze innovaties, van onze meerwaardecreatie, van onze ontwikkelingen, van al die zaken. Ja. En dus als wij de welvaart die wij kennen en die wij appreciëren naar de toekomst toe willen veiligstellen, dan moeten we inzetten op stem. Ja. En dan is het één zaak om te zorgen dat er daar die rechtstreekse link is tussen het onderwijs en de arbeidsmarkt. Maar eigenlijk begint het bij gewoon mensen die hun talent ontdekken. Ja, want de vraag was natuurlijk, willen we alleen maar ingenieurs of ook wel nog een paar muzikanten, mevrouw Krijkels? Uiteraard. Onze maatschappij heeft alle mensen nodig op allerlei vlakken met allerlei talenten. En onze maatschappij heeft heel veel uitdagingen. En uiteraard, die stemprofielen zijn daar één van. Maar kunst, cultuur, taal is ook heel belangrijk. Af en toe is een goed boek, Giet Tegenbos. Ja, maar ik moet u bekennen, ik ben eigenlijk lobbyist of lobbyer voor drie richtingen. Hè. Dus er is duidelijk een tekort aan mensen in het onderwijs en aan gemotiveerde mensen in het onderwijs. Er is duidelijk een tekort in de witte sector en er is overduidelijk een tekort in de stemsector. Kijk. En dus voor die drie ga je absoluut campagnes en beleid moeten organiseren, opdat daar meer mensen naartoe zouden komen. We kunnen hierover dus nog enkele... Nee, ik ga u onderbreken, Tegenbos, want mijn klok maakt me duidelijk dat ik hier moet afronden. We kunnen inderdaad nog een aantal debatten hierover organiseren. Mag ik jullie bedanken alvast voor dit gesprek. Frank Bogovic van Open VLD, Katrien Krijkels van de NVA en Giet Tegenbos, ondervoorzitter van het STEM-platform, die groep experten. U, beste kijker, bedankt om op ons af te stemmen. Graag tot een volgende keer. Dag.